Wie kent ze niet? De Kelly Family. En met een flink aantal hits en ruim 20 miljoen verkochte platen waren ze in de jaren 80 en 90 wereldberoemd. En nu, na ruim 14 jaar, staan ze weer samen op een podium. In Rossum. The original voices of the Kelly Family. Welcome in Holland. Thank you. Thank you for having us. It's been a long while since you were in Holland on stage. How does it feel? It feels very, very exciting, and it's something that we've been working on for the last 4 months with Menno, and I'm very happy it happened, and Johnny, that he's back on with his brothers and sisters, and it's a real nice premiere for us. Nice, yeah. Emotional. You used to be with a lot more. Now, yeah. Tonight you're with four voices. Where's the rest? The rest are there in Germany, most of them, huh? And one in Ireland. But the sound is still the same? Yes, these are the originals, so it's the same or more. Of course, when you have, the more you have, the fatter the sound is. Vanavond gaat hier gebeuren in Rossum, het optreden van de Kelly Family. Zoals je ziet, de tent is al goed gevuld. En we hopen dat het een super geweldig feest wordt. Waarom de Kelly Family? We wouden iets aparts bedenken. Jannes zie je overal, Guus Meeuwis zie je overal, enzovoort. En we hadden een paar jaar geleden gehoord dat enkele mensen met de Kelly Family bezig waren geweest. Dat was niet gelukt. En wij dachten in Rossum, dat moet wel lukken. We zijn er meer dan een jaar mee bezig geweest, maar het is goed gekomen. Je kunt de kaarten online zetten. We hebben ze vrijdagavond om 6 uur online gezet. En s'avonds om 12 uur al meer dan 1000 kaarten verkocht. Het was gewoon binnen 2 weken uitverkocht. Dus, Ja, en gisteren, of vannacht eigenlijk, een nieuw fenomeen. De fans lagen al voor de tent, hè? Ja, toen we gisteravond hier weggingen, toen waren ze nog niet. Maar toen vanmorgen hier kwamen om 8 uur, toen lagen al 20 mensen voor de tent in de slaapzak. En dat is natuurlijk wel heel apart, dat zoiets gebeurt in Rossum. Ze hebben al netjes een nummertje op de hand gekregen. En ze staan al netjes vooraan voor het podium. Ik zie een nummer 1 op jouw hand. Ja, klopt. Jij was hier allereerst. Wij met z'n drieën waren hier gisteravond om 6 uur. Hoe was het vannacht? Ja, het was erg gezellig. Ja, het was echt leuk. Ja. Wat betekent Kelly Family voor jou? Nu echt ontspanning. Vroeger was dat echt, nou, was ik echt heel erg fan met allemaal posters en heel erg verliefd op Freddy. Maar nu is het gewoon echt een ontspanning en 2-3 keer per jaar met vriendinnen gewoon lekker gek doen. Maar nog wel zo genoeg fan dus dat je hier op tijd wilde zijn? Ja, dat was even net zo voelen als vroeger. Even 16 zijn en even overnachten voor de deur. Ja. En dan zijn er ook altijd fans van het eerste uur die geen kaartje hebben bemachtigd. Maar zich zeker niet uit het veld laten slaan. Nee? Nee. Waar kom je vandaan? Duitsland. Duitsland? Duitsland. Especially for the Kelly Family? Ja. Ja? Mm-hmm. How long are you standing here? Seit 12:30. Zo. En did you see them? Bitte? Did you see the Kelly Family already? Ja. Yeah. 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 Fans are very excited. Yeah, we're very lucky we have such a strong fan club. I think many of them are very excited, obviously, because this constellation they haven't had for many, many years. So it's a reminder of them of the old times, and it's a nice thing. Can we expect you back soon in Holland? All good things have more than one time, so we'll see. But you know, I like it. I have no problem with it. We'll see what happens. But no promises. No, I can't. Nothing concrete yet. But I think more things will come.